Wij gaan met een verborgen camera naar Utrecht om de nepbedelaars te ontmaskeren. Hallo. What's wrong with you? I have two small kids. One for him, it's sick. Sick? Yes, I have my daughter sick with the heart. Where do you live now? Now sometimes in park when it's don't raining. When it's raining I stay in the train station. Where are the kids now then? Now it's in Moldavia. Sorry? In Moldavia. Oh, they're not here? No, because it could go to the school. You're sitting here all day? When I'm so cold I go to shopping cafe and tea or something because I can't stay all the time. Do you get enough money? Sometimes. Een stukje verderop zit een vrouw in een rolstoel met een wel heel zielig gezicht. Wat heeft u dan? Voor haar medicijn. Voor het hart? Nee, sorry. Oh ja. Voor haar. Little money, de medicijn. Possible me to 10 euro de medicijn. Dat kost 100 euro kost een medicijn. Je moet meer geld hebben, zegt u eigenlijk. Oh, Christus, doe maar meer geld. Die maar weer tot 10 euro naar medicijn. Voor medicijn. Ja. Waar komt u vandaan eigenlijk? Moldavië. Moldavië? Ah, oké. En hoe komt u daar in Nederland terecht? Zomaar de hospitaal, voor de operatie. Oh, komt u helemaal naartoe voor een operatie? Als wij een tijdje wachten, zien wij dezelfde man een trap aflopen. En dat gaat hem wel heel gemakkelijk af. Later die dag zien we dat de twee vrouwelijke bedelaars bij elkaar horen. En een man met een wandelstok blijkt nu fit genoeg te zijn om de rolstoel in de auto te tillen. Kijk. Maar we kunnen helaas niet vaststellen hoe de oude dame in de auto is gaan zitten. Spuitje erin. We volgen de auto en komen uit bij een tankstation, net buiten Utrecht. Die met die stok, die loopt ook vrij goed nou, kan ik je melden. Voor de ogen van mijn collega's ontrafelt zich het mysterie van de bedelaars. Want meer en meer wordt duidelijk dat we het hier hebben over een grote groep mensen, mogelijk familie van elkaar, die in verschillende auto's op een vaste plek afspreekt. Hij gaat geld tellen. Papiertjes, dat heeft hij natuurlijk net allemaal gekregen. Kijk of ze voldoende hebben opgehaald. Ja, dat is allemaal papier gehad. Dit is het verzamelpunt. Dit is blijkbaar het verzamelpunt, ja. En dan zien mijn collega's een bekende. Want wie komt er uit de auto geklommen? Precies, de dame die we eerder in de rolstoel zagen. Ze loopt gewoon. Haha, ze loopt gewoon. Ze loopt naar de rode bus toe. Het is een wonder. Want deze vrouw blijkt 's avonds wel te kunnen lopen. Nou, die kan lopen, kan ik je vertellen. Niks aan de hand hoor. Ook zien we hier de vrouw die voor haar zogenaamd zieke kinderen bedelde. Die gaan dan gewoon een heerlijk maaltje zitten eten. Het lijkt wel een familiefeestje. De gehele groep van zeker 8 Oost-Europeanen gaat ter plekke slapen. Verdeeld over maar liefst 4 auto's en 2 busjes. We hebben duidelijk vastgelegd hoe de nepbedelaars iedereen voor de gek houden. Het wordt tijd voor de confrontatie. Meer undercover in Nederland? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.